kan kringetjes blazen, kijk hè. Vieren wij ons jubileum? Ja, we zijn alweer 25 jaar vrienden. Dus welkom bij de 25ste editie. Wel, hè? Met wat warmpje. U heeft gereserveerd een tafeltje voor twee personen? Komt u nog even mee? Ik ben mijn ventje kwijt. Het is toch naar de bodycore met dat oortje hier? Ik mis het ventje ja, nog. Inderdaad, het lijkt net wel dat oortje. Hallo, Almer? Ja. Almer, je wordt uitgelachen. Ja, ik hoor het, ik sta er. Is het dan weer zaterdag? Ja. Hey! Oh nee, het is pas maandag. Ja! Nou ja, ik doe zo mijn best. Ik kom er maar niet uit hier. Nou, ik ga met iedere andere artiest op tour. Gratis. Dit is een oproep, hè? Ja, het is een oproep. Zal ik je nummer hieronder zetten? Je mailadres. Precies, doe dat maar. Ja, hier. Bel, mail. Snoepjes. Some people get their kicks stepping on the green, but I don't let it get me down, 'cause this fine old world keeps spinning around. And here comes the hot stepper. I'm the
lyrical gangsta. Murderer. Big up the crew in all the area. Murderer. Still heavy like that. Jullie zijn 2 januari begonnen. Ja. Met repeteren voor de Vrienden van Amstel. En het is nu 28 januari. Bizar. Maar het was wel heel leuk, hè? Ontzettend leuk. Je moet wel echt, Het is heel leuk met je collega's backstage. Het is wel echt gezellig. Je ziet ze eigenlijk nooit of wel hoi en doei bij een optreden of zo. Dus dit is een mooie kans om een beetje bij te praten, grapjes te maken en een beetje te drinken. Dus dat is echt, ja, echt heel leuk. Niet verwacht dat het zo leuk was. Nee, het was heel relaxed, want je zag er ook best wel een beetje tegenop. Ja. Wat we al eerder in de vlog hebben gezegd, van ja, hou je dit vol? En ik denk dat alle muzikanten dit hebben gehad. En, maar ja, die eerste 4 denk je zo. Ja. We hebben er nu nog maar 4 gehad, moeten er nog maar 16. En op een gegeven moment is het klaar. Dus dat is echt heel bizar. Dan denk je van, nou, ik had er nu nog wel een paar kunnen, denk ik. Vandaag denk ik daar iets anders over. Ja, maar het is nu, sorry, de vlog is een beetje laat vandaag. We hadden van allerlei dingen te doen. Dus ik dacht, ik gooi hem vanavond online. Maar ja, nu voel je wel dat je moe bent. Eigenlijk pas als het klaar is. Ja. Ja. Nou, logisch. Meer gewoon dat je, nou, het is wat het is. Maar het kost wel energie. Ja, zeker. Maar super ook leuk. Heel leuk. Ja. Heel leuk. Je krijgt er energie van. Hè. Dus het was leuk om met heel de band te doen. En een gedeelte van de crew. Dus dat was echt top. Ja. Heel fijn. Ja. Maar nu gaan we even een beetje vakantie houden. en ook een beetje vakantie van de vlog. Wil ik al zeggen. Want ja, er komt nu eigenlijk een maand aan dat we niet spelen. Nee. Maar niet stilzitten. Want jij gaat aan je plaat werken. Ja, maar dat is voornamelijk schrijven en een beetje produceren en daar kan ik wil ik geen camera's bij. Nee, dus weet je wel, ik vind dat heel stom om dan maar te zoeken naar iets om te filmen. En moet dan wel, ik vind dat wel belangrijk dat het een beetje leuk is. En eigenlijk deze maand wordt dan een beetje saai, want ja, er gaat wel veel gebeuren. Alleen kan ik het niet laten zien. En we gaan een beetje vakantie houden, want daar zijn we ook wel even aan toe na deze marathon. Ja. Dus volgende week is er geen vlog. En ik weet niet of de week daarna er wel een vlog is. Ik maak een vlog wanneer ik iets heb. Dus sorry dat er dan eventjes misschien een paar weken niks is. Excuus daarvoor alvast. Er is wel gewoon radioprogramma op de zondag. Dat allemaal wel. Maar als ik iets heb ik wil niet zeg maar de druk hebben van oké, ik moet iets hebben voor de vlog. En dan wordt het zo'n vlog. Daar hou ik niet van. Ik wil het graag leuk maken voor jullie. Dan maak ik het namelijk ook leuk voor mezelf. Volgende maand de theatertour.
Ja, en dan hebben we weer een heleboel leuke dingen om te laten zien. Dat wordt echt leuk ook weer. Ja, na afloop... ja, want ik had komen het, zeggen wij hadden ook heus wel, wij zien ook wel van alles wat er op Facebook voorbij komt. En er zijn natuurlijk heel veel fans die van het eerste uur, en toen kwam jij altijd in de foyer. Maar dat wil niet zeggen dat je dat nu niet meer wil, maar er heeft natuurlijk ook een coronatijd tussen gezeten. Ja, iedereen zegt van, oh ja, je doet dat niet meer. Maar het is 2 jaar corona geweest en in die tijd hebben we ook, ten eerste mocht het niet of was het niet verstandig. Daarnaast is het niet verstandig als je in een hele tour zit. Of het nou corona is of een andere griepie, dat er gewoon, als ik met iedereen op de foto ga, dan ontmoet ik een paar honderd mensen per avond. Ja. En dan hoeft er maar één bij te zitten die snip verkouden is en ik moet mijn shows afzeggen. Ja. En daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht en dat realiseerde ik me dus door dat gedoe van corona, dat je denkt, oh ja, weet je wel, wat ben je nou aan het doen? Maar, het kan ook zo zijn met verkeerd eten. Ja. Weet je, dat heb ik ook wel eens gehad namelijk. Ja. Dus, maar we gaan daar een vorm in vinden dat helemaal goed komt. Want vonden dat ook leuk. Wij vonden het ook leuk om jullie na afloop te ontmoeten en een praatje te maken, weet je wel. Dus het is niet alleen maar dat jullie het jammer vinden, wij vinden het ook jammer. Dat we eigenlijk het afgelopen jaar niet meer is gebeurd. Dus we gaan daar iets voor bedenken. En er waren ook heel veel festivals dit jaar. Ja. Dus, Maar dat komt goed. Tot over een... Ja, tot over een paar weken. Twee weken misschien? Zoiets. 3 weken? Even 2 weken. Misschien kan je een oude vlog online gooien. Nou, dat zitten mensen toch niet op de wacht. Ja, uit 1990 of zo. Weet je hoe oud ik toen was? Ja, 6. Ja. Maar goed. In ieder geval bedankt voor het kijken weer. En bedankt voor het meeleven met de vrienden van Amstel. Hopen dat jullie een beetje mee hebben laten genieten van het hele festijn. En we zien jullie heel snel weer. Je zit in een film. Ja, dat is toch best te lang. Dag mensen, dank jullie wel. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Doei doei. Nee, niet tot volgende week. Oh nee, tot over een paar weken. Sorry, gewoonte. Doei.